Wassim Essanoussi, ja. Gefeliciteerd met je eerste profcontract. Dank u wel. Hoe voelt dat? Ja, heel goed. Ik ben super blij dat ik heb mogen tekenen voor VVV. En ja, ik ben er gewoon heel trots op. Want altijd een droom gehad. En ja, dat ik nu zeg maar ga beginnen. Ja, dat geeft gewoon een heel goed gevoel. Hoe lang was je hier al jeugdspeler, Wassim? Vanaf de D1, dus vanaf de onder 13 heb ik tot onder 19 eigenlijk gewoon hier rondgelopen. En altijd naar die stadionlampen hier van de Kuhl gekeken en gedacht, daar wil ik ooit voetballen. Ja, eerst halen. Dat was sowieso altijd mijn eerste doel om dat te bereiken. En nu heb ik het zover gehaald. Ik ben er dichtbij en nu is het gewoon door blijven knokken en belangrijk willen worden. En gewoon een grote speler voor VV gaan worden uiteindelijk. Wat is belangrijk worden in jouw ogen? Ja, ik denk dat ik gewoon mijn ontwikkeling, gewoon dat ik hard moet worden. Gewoon, ja, en dan uiteindelijk mijn debuut als eerste en dan enkele minuten kan meepakken en dan misschien toch wel erin groeien dat ik uiteindelijk toch wel misschien een basisspeler zou kunnen worden. Want welke rol heb jij in het veld, was je? Nou, ik ben wel iemand die veel kansen wil creëren. Dus die zoekt om aanvallend te voetballen, om gewoon echt het spel open te maken. En dan gaan zoeken om mensen weg te steken of zelf op doel te gaan. Ben jij een echte middenvelder of een echte aanvaller? Ik denk toch wel een echte middenvelder, ja. Met het oog voor de steekpaas. Ja. Wat is je ultieme droom? Mijn ultieme droom is denk ik toch wel om ooit denk ik bij Barcelona te komen. En dat zou wel heel mooi zijn. Het is altijd mijn favoriete club geweest. En ik heb er altijd naar uitgekeken om daar ooit in het shirt van Barcelona te lopen. Blijf die droom behouden, maar eerst natuurlijk hier bij VVV presteren. Ja. Wil je nog iets tegen de supporters zeggen? Ja, ik ben Wassim Essanoussi. Dus ik hoop dat ik jullie weer snel zie in een volle stadion. Zodat we misschien met VVV ook een mooi seizoen kunnen gaan maken.